De gemeente Bergendal stelt een extra budget beschikbaar voor een zogeheten kindpakket. Het gaat over een uitbreiding van de bestaande Doe Mee-regeling. Die regeling zorgt ervoor dat inwoners met een laag inkomen toch mee kunnen blijven doen met maatschappelijke activiteiten. Sjaak Thijssen, wethouder van de gemeente Bergendal, is enthousiast over het idee. Nou, het kindpakket houdt in dat we een aantal dingen in natura verstrekken. Dus je krijgt geen geld voor bijvoorbeeld het volgen van zwemles of het kopen van een laptop of het kopen van de tweedehands fiets. Nee, je krijgt hem zelf. We maken daarover afspraken met ons eigen zwembad, met ondernemers die dan spullen kunnen leveren. En dat is wat anders dan de oorspronkelijke Doe Mee-regeling die de gemeente Bergendal al langer kent. Waarin kinderen tot 18 jaar geld kunnen krijgen om bepaalde dingen aan te schaffen en om met name bepaalde activiteiten mee te kunnen doen. Nou, het gaat om kinderen die deel uitmaken van een huishouden met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. Dus met name lage inkomensgroepen die anders geen gebruik zouden kunnen maken van bepaalde faciliteiten. Dat zij toch de mogelijkheid krijgen om dat te doen. We zijn vorig jaar begonnen toen we wisten dat we geld kregen van het Rijk met inventariseren van wat willen jongeren nou eigenlijk, wat vinden ze belangrijk. Dus we hebben gesprekken gevoerd met basisscholen, ik heb een gesprek gehad met Montessori College bijvoorbeeld. We hebben aan verschillende organisaties zoals de cliëntenraad gevraagd van wat vinden jullie nu belangrijk. Dat hebben we op een rijtje gezet, dus in die voorbereiding hebben we het een en ander geïnvesteerd. Het geld wat we vorig jaar gekregen hebben, dat hevelen we gewoon over naar dit jaar. Dus dat wordt ingezet, met name ook omdat we nou, als de regeling straks wordt vastgesteld, verwachten dat er in één keer een hele grote groep van 0 tot 18 jaar een aanvraag gaat doen. Dat hopen we in ieder geval, dat er goed gebruik gaat gemaakt worden van de nieuwe regeling.